Het dak gaat eraf in de Huttenheugde. Knuffelen met ezels in Zwinderen. En DOS 46 speelde eindelijk weer voor thuispubliek. Het stof waait op uit Aquamundo. Het subtropisch zwembad ondergaat een metamorfose. In Dalen zijn ze begonnen aan de spannendste klus van de verbouwing. Het dak. Ja, Rie, het dak is eraf. Ja, dat kun je wel zeggen. Dat is er behoorlijk af. Nog niet helemaal, dat gaat de komende weken gebeuren. Per dag gaat er een twee delen af. En je ziet, het zijn van die punten, noem het een taartpunt. Het zijn er 16 stuks, 16 spanten, 16 taartpunten, die worden volledig vervangen. Naast de koepel gaan we het hele zwembad verder nog verbouwen. We krijgen een nieuwe vloer in het golfslagbad, we krijgen nieuw sanitair, douches, lokkers, kleedkamers, noem het maar op. Behoorlijk wat werk aan de winkel dus en het Drentse vakantiepark heeft een primeur. Dit is de eerste in Nederland waar we het gehele dakconstructie en dakschil echt helemaal gaan vervangen. Met het nieuwe dak denkt Centerparks 40.000 kuub gas per jaar te besparen. Bovendien was de oude aan vervanging toe. Een dak doe je niet elke 10 jaar, dat doe je in ieder geval elke 40 jaar, want het dak ligt er 40 jaar op. Dus ja, het is nodig. Het is nodig om dingen te vervangen, dingen te herstellen, dingen te verbeteren. En zeker nu in deze tijd, we hebben natuurlijk veel meer mogelijkheden, veel andere materialen en technieken om dingen te kunnen vervangen, te kunnen verbeteren. Ja. Dus het was zeker nodig, ja. Door de grootschalige verbouwing is het park wel 6 weken dicht. Ja, dat is voor mijn pijn in het hart hoor. Ik bedoel, we staan elke dag graag voor die gasten klaar. Maar op het moment dat je geen zwembad kan aanbieden, dan bieden wij geen park aan. Natuurlijk, in coronatijd was het anders. Hè. Dan hadden we ook geen zwembad tijdelijk. Maar dan zijn mensen lang blij dat ze in onze natuur, in onze omgeving kunnen relaxen. Even loskomen van de dagelijkse sleur. Maar in de normaal doen ze nu dus. Ja, geen zwembad is geen park. 15 oktober moet het zwembad helemaal klaar zijn, al steekt het allemaal behoorlijk nauw. We hebben wel een paar centimeter speling ingebouwd, alleen ja, een paar centimeter over een overspanning van 58 meter. Met een paar vaste punten is natuurlijk vrij minimaal. Dus het meest spannende is komende maandag als we het eerste hoofdspand gaan zetten. Ja, past het? Want het moet natuurlijk precies op de voet passen en precies bovenin bij de gaten uitkomen en dat 16 keer. En wat als het niet past? Dan gaan we een oplossing verzinnen. Dit is een ezel, die loopt hier nog maar een week, 14 dagen. Dit wat ik nu doe, konden we voor 2 weken dit niet doen, want dan was hij achter in de wei. De ezels van Ezelwelzijn in Zwinderen staan er op hun paasbest bij. De stichting heeft namelijk een open dag, vooral bedoeld om hun nieuwste aanwinst te laten zien. En dat is geen ezel, maar een grote nieuwe schuur met stal. De ezels die kunnen in en uit lopen. Dat scheelt ons eigenlijk een boel werk. Het scheelt ook een heleboel vrijheid voor de ezels. En ook wel omdat wij geregeld nieuwe ezels krijgen. Dus die moeten weer aangepast worden in de groep. Als je ze dan in een heel klein stalletje zet, dat werkt dus niet. De ezelopvang opent eind 2004 de deuren en begint dan klein met deze stal. Als je dan mensen krijgt om te kijken naar ezels op bezoek, ja, dan heb je toch zoiets van, je bent eigenlijk niet voor elkaar om dit te laten zien. De stichting heeft een jaar lang met vrijwilligers hard gewerkt, maar nu is er een nieuwe parkeerplaats, een nieuw looppad en dus een nieuwe schuur met daarvoor een stenen pleintje, zodat de ezels altijd droog kunnen staan. Al moeten de ezels nog wel even wennen aan hun nieuwe onderkomen. Een ezel, die loopt liever buiten als binnen. En als ze s'avonds, want ik heb nu ook verlichtingen onder de leuvel, dus ik kan s'avonds wel eens zien wat ze doen, maar ze staan meestal onder de leuvel en niet binnen. Als het nou heel slecht weer is, dan staan ze met z'n allen wel binnen. De stichting vangt ezels op en herplaatsen. Op een enkeling na, die blijft in Zwinderen, zoals boegbeeld Tinus, maar ook deze twee. Dit zijn twee ezeltjes, ze zijn heel klein. Die blijven ook zo groot, dus dat is ook een trekkertje. Er zijn hier al mensen geweest van, die willen wij wel adopteren, maar we hebben eigenlijk als stichting gezegd van, nee, dat doen we niet, die laten we hier gewoon lopen. En nu is het wachten tot het koud wordt en misschien willen de ezels dan wel in hun nieuwe stal overnachten. Je merkt gewoon aan iedereen dat we er allemaal weer ontzettend naar uit hebben gekeken, dat we weer mogen korfballen. En het is gewoon echt fijn dat iedereen er weer is. We hebben naar uitgekeken. Voor het eerst sinds oktober 2020 speelden de korfballers van DOS 46 gisteravond weer voor thuispubliek. Ja, je speelt het spel natuurlijk om de competitie, maar ook voor het publiek. En dat hebben wij gemist, maar vooral de spelers zelf ook. Dus we zijn er blij mee dat het weer kan.
Vorig jaar was mijn eerste seizoen natuurlijk en dat was meteen een seizoen zonder publiek en dat is toch wel gek. Dat is ook wel hetgene waarvoor je ook een stap hogerop gaat, meer publiek. En hier bij het veld, ja, het is gewoon heel gezellig. De fans uit Nijenveen zien DOS 46 in de tweede speelronde van de veldcompetitie in actie tegen Detos Snel uit Dordrecht. Na 2 punten van Tessa Lab uit Oostwold is er bij rust een nipte voorsprong voor de thuisploeg. 9-8. We hebben niet ons beste spel laten zien. Uiteindelijk vallen de kansen niet en maak je het zelf gewoon eigenlijk te moeilijk. Na de pauze slaat DOS 46 een gaatje van 4. 13-9 en komt Detos Snel nog één keer terug tot 18-17. Bij 19-17 mogen de Nijenveeners de eerste overwinning voor eigen fans vieren. Er wordt veel gerouleerd. Hoe belangrijk is de veldcompetitie voor DOS? Weet je wil in die veldcompetitie blijven. Als je uit de ereklasse gaat, heb je gewoon eigenlijk een slechte voorbereiding op de zaal. Nu speel je 5 wedstrijden en kun je dan volle bak richten op de zaal. Dus het is gewoon belangrijk dat je in de ereklasse blijft. DOS 46 speelt nog 3 veldwedstrijden voor de korfballeague in de zaal begint. Publiek, mensen, 2 punten, fijne avond. Ja, het is een hele fijne avond, heel goed begin van het weekend. En dan het weer. Het blijft vandaag tamelijk bewolkt. In de tweede helft van de nacht is wat nevel of een mistbank mogelijk. Morgen blijft de temperatuur nagenoeg gelijk, maar er zijn wel wat opklaringen. Na de middag is het droog. Ook dinsdag verloopt de dag vrij zonnig en iets warmer. De dag eindigt wel met regen. Woensdag begint bewolkt en in de middag zijn er opklaringen afgewisseld door plaatselijk wat lichte buien. We zien vanaf donderdag gaandeweg meer zon bij temperaturen rond de 20 graden. Tot zover Drenthe Nu. Bedankt voor het kijken. Fijne avond.